succes van het Jeugdjournaal is dat we eigenlijk al bijna 35 jaar het nieuws brengen naar kinderen. Op een hele begrijpelijke manier, met humor, in hun belevingswereld verteld. En daarnaast ook gewoon de grote gebeurtenissen in de wereld. Dat brengen we de afgelopen 35 jaar op een manier dat kinderen het nieuws begrijpen en over mee kunnen praten eigenlijk. Dat vinden we belangrijk. Het brengen van nieuws naar kinderen, dat verandert niet zo heel erg veel. Dat blijft, zeg maar. Dat blijft belangrijk en dat blijft gebeuren, zeg maar. Aan de vormgeving verandert natuurlijk wel heel veel in de loop der jaren. We zijn nu in een hele andere studio en ze zijn gaan lopen. Nou, je ziet het hier achter me. Dus daarin veranderen we steeds mee. Dat zie je ook eigenlijk pas, die verschillen zie je pas als je programma's van een aantal jaar of terugkijkt. En dan zie je het verschil. Maar de basis, het nieuws brengen, blijft gewoon overeind. Het Jeugdjournaal heeft twee uitzendingen per dag. Eén in de ochtend en één in de avond. De ochtend is vooral in de scholen wordt dat gebruikt door leerkrachten op de basisschool. En 's avonds kijken kinderen het over het algemeen thuis. Dus dat, die uitzendingen sowieso. En daarnaast hebben we natuurlijk een website en ook een Jeugdjournaal-app waarin kinderen de hele dag door, op het moment dat het hen uitkomt, Jeugdjournaal terug kunnen kijken, items kunnen kijken, mee kunnen doen met wat op dat moment speelt in het nieuws. De stelling kunnen ze invullen. Dus eigenlijk is er wel 24 uur per dag. Nou, niet dat kinderen 24 per dag wakker zijn. Maar al die tijd is er natuurlijk een mogelijkheid om Jeugdjournaal content tot je te nemen. Ja, de NOS is heel actief op het gebied van digitaal. We doen veel rondom grote evenementen, bijvoorbeeld sportevenementen. Bereiden we een hele grote website voor. Apps maken we dan, mobiel, smart tv, of connected tv apps hebben we dan. We brengen eigenlijk alle content naar alle platformen, zodat iedereen anywhere, anytime, op welk device dan ook, de NOS kan bekijken. En dat doen we ook voor Jeugdjournaal met de website en de apps. Dus op die manier eigenlijk. Het format zal blijven dat we nieuws willen brengen aan kinderen, aan die doelgroep. De vormgeving en de manier waarop en de woordkeuzes en de uitstraling, die veranderen natuurlijk mee. Gewoon zodat het een moderne uitstraling blijft houden die aanspreekt bij de doelgroep die, van dat moment, zeg maar. Dus dat verandert eigenlijk continu. Maar het nieuws zullen we altijd op de betrouwbare en begrijpelijke manier brengen zoals we het nu ook doen.